Deze week ging ik weer op zoek naar de ransuil. Een aantal weken geleden had ik hem al, toen zat hij op die kale tak. Maar nu zijn de bladeren aan de bomen en aan de struiken aan het ontluiken. Veel moeilijker om zo'n ransuil dan te vinden. Maar toch, ik zag hem. Ik zag zijn silhouet met zijn oortjes. En wat me ook opvalt is dat zo'n ransuil een ontzettend lang lijf heeft. Want moet je kijken, het lijkt wel alsof dat lange lijf met die tak is vergroeid. Helaas gaat het met de ransuil in Nederland niet zo heel goed. Als ik kijk in de Vogelatlas van Nederland, dan zie ik echt een curve stijl omlaag. Het is wel de tijd van het jaar dat die gaat broeden. Of, ik kan beter zeggen, in deze weken leggen de meeste ransuilen hun eieren. Sommige beginnen al in februari, maar de meeste beginnen met broeden eind april. Nou, of deze ransuil een nest heeft, dat weet ik niet. Nou, hij zit natuurlijk niet op zijn nest, maar misschien zit het vrouwtje al wel op een nest. Ik hoop het, want het zou mooi zijn. Jonge ransuilen in de Alblasserwaard die in de velden op jacht gaan naar muizen.